We zagen net Jan vertrekken. Waarom is dat eigenlijk? Ja, Jan die is vertrokken omdat we ook nog Lee hebben. En die blijft hier. En dat is de boot die eigenlijk heel goed geschikt is voor het varen met gasten. Die ligt op de achtergrond en die blijft ook hier. En de andere was eigenlijk bijna identiek, alleen een meter korter. En we konden daar minder mensen op vervoeren, helemaal met deze coronatijd. En deze zagen we staan en dit is ook van dezelfde makelij. Deze komt ook uit China. Het is ook een sampan. Het is alleen in met een kajuitje. Het is een heel bijzonder ding. Ik heb hem al een tijd op Marktplaats gevolgd en ik denk nu moet er maar eens van komen. Dus we hebben nu ook een bootje waar we met meer gasten kunnen varen. We hebben voorop een plechje, daar kunnen mooi twee mensen zitten. Daar gooien we kussens neer. We kunnen eventueel binnenin zitten als het minder mooi weer is. En we hebben achter nog een plek. En dan hebben we zelf de stuurstand, dus dat is wat anders dan met de helmstok besturen. We gaan het motortje even een beurt geven. Het huisje wordt ietsjes lager, zodat we de Javabrug kunnen nemen. En dan hebben we het volgens mij helemaal voor elkaar. En wordt deze echt voor personenvervoer of ga je deze ook gebruiken voor het trouwbootje in de toekomst? Als iemand wil trouwen en die wil met de boot, mag dat natuurlijk. Geen probleem. Okay. Allemaal goed. Nou, dan wens ik je veel succes met de nieuwe sampan. Goed, dankjewel. En zo te zien komt het wel goed. We gaan hem mooi maken.